En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is woensdagavond en ik heb weekend. Nou, ik had natuurlijk al weekend, maar het is een beetje later geworden met opnemen van deze vlog. Maar ja, het is weekend. Eindelijk is het weekend. Heerlijk. Ik ben er wel aan toe aan een lekker weekend te vieren. En ook dit weekend ga ik weer leuke dingen doen. Aanstaande donderdag ga ik met Rianne en Kevin zwemmen. Ik zal mijn camera meenemen. Dan gaan we naar Rokanje en gaan we daar lekker zwemmen. Het is prachtig weer de afgelopen dagen. Dus we gaan even lekker zwemmen. En ik zal zeker weten de camera meenemen om een klein stukje te vloggen of een groot stukje. We moeten nog even zien hoe dat wordt. Maar ik ga in ieder geval vloggen daar zo ook natuurlijk. Vind ik wel leuk. En vrijdag zal ik weer even in de Efteling wezen. Dat heb ik al 3 keer verteld. Dus dat ga ik nu niet nog een keer vertellen. Maar jullie weten het. Daar ga ik wat opnemen. Wat is nog een geheim? En ik ga daar ook het geheim onthullen wat het is. Zo. Dribbel die lekker. Wat ben je nou allemaal aan het doen, Drippie? Drippie die vraagt even een klein beetje aandacht volgens mij. Wat is er allemaal? Hey, Drippie. Kijk eens. Wat is er dan? Hey, Poesiemauw. Drippie. Hey. Hallo. Wat is er dan allemaal, vriend? Oude poes, hè? Af en toe heb Drippie even een beetje aandacht nodig. Hé, Drip? Ja, hè? Kijk, en daar heb je Pokitootje. Hey, Pokito. Dus ik ben even lekker bij de katten. En zo, het is al 11:15. Ik ga zo lekker slapen, ik ben moe. En ik kan dus morgen lekker uitslapen. Ja, het is in ieder geval de laatste vrijdag dat ik vrij ben. Nog een dag extra, omdat morgen er een feest is. En dan hoeven we maar 4 uurtjes te werken. En ik heb ook die 4 uurtjes heb ik lekker vrijgenomen. Dus dan heb ik al een lekker weekend. Nou, in ieder geval dus een hoop leuke dingen wat ik ga doen. En ik heb er wel weer zin in. Zaterdag en zondag, dan moet ik even kijken wat ik ga doen. Maar dan ga ik misschien ook wel even een leuke locatie opzoeken om te vloggen. Ik heb niet veel te melden. Vandaag 2 vlogs in plaats van eentje. Dus in ieder geval weer even een beetje mijn vlogs er weer een beetje bijgewerkt. Ik heb verder niet echt veel meer te melden. Ik heb vanavond eigenlijk ook een beetje op de bank liggen slapen. Ik was al vreselijk moe. Nou, morgen kan ik lekker uitslapen en dan ga ik morgenmiddag, heb ik om 1 uur afgesproken. En dan gaan we lekker gezellig gaan we lekker zwemmen met Kevin en Rianne. Dus dat is wel super gezellig. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ramonski die komt volgens mij niet. Die moest wel wat anders doen. Maar in ieder geval leuke dingen van het weekend. Nou, ik heb voor de rest nog eventjes mijn kanaal, een paar dingetjes heb ik eventjes gedaan. Maar de video's staan er nog niet op, dat moet ik nog even doen. Maar ik zit nog op 1 video te wachten die ik nog even moet editen. Opnieuw moet editen. En dan gaan voortaan de Efteling vlogs dus niet meer op het gewone kanaal van It's Ultrex. Maar op It's Ultrex Theme Park. Dus dat kanaal ga ik binnenkort ook mee starten. Ik moet nog een mooiere banden maken en een mooier logo maken. Want ik had nu even een plaatje, had ik even snel in elkaar geflanst. Maar ik ben nog helemaal niet tevreden en zeker niet over het logo en de banden. Die vind ik echt ontzettend lelijk. Dus die moet ik nog even veranderen. En ik zou zeggen, in ieder geval, als jullie nog niet geabonneerd zijn, abonneer natuurlijk ook eventjes op It's Ultrex Theme Park. Dit kanaal blijft gewoon en komen heel veel leuke video's en vlogs op. Maar als het echt over pretparken gaat,
Dan kun je dus de vlog niet meer op It's All Tracks, gewoon op het gewone kanaal van It's All Tracks vinden, maar op It's All Tracks Theme Park. En daar zullen alle Efteling vlogs op staan, Slagharen vlogs. En ja, in ieder geval alle pretparken. En ik moet nog even kijken of dat ik ook de kermisvlogs erop gaat zetten. Ik denk het wel. Ik denk dat het dat eigenlijk ook wel eigenlijk meer een teampark is. Ja, het is geen teampark, het is kermis, maar dat dat beter in het straatje past. Dus ja, in ieder geval ga ik dat ook erop zetten. Moet nog even één vlog, moet ik nog even editen. En dan kan ik gaan beginnen met It's All Tracks Theme Park. Ik moet nog eventjes het logo veranderen. Ik had het logo in een beetje goudachtige kleur gedaan. Met op de achtergrond of de voorgrond een tekeningetje van de achtbaan. Maar ik ben nog niet helemaal tevreden. De banner is nog verre van mooi. Want die is echt ontzettend lelijk. Ontzettend lelijke banner. Maar ik moest even snel even wat improviseren en even wat maken. Dus vandaar dat. Maar dat wordt later wordt dat natuurlijk weer allemaal. Ga ik dat allemaal. Ja, ga ik dat opknappen. Ga ik het mooier maken. En dan komt het allemaal wel goed met mijn YouTube-kanaal. Nou, in ieder geval, dit was even de vlog. Jullie hebben twee vlogs gehad. Deze is even iets korter. Ik heb verder niet veel meer te melden. Dus ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je natuurlijk op It's All Tracks en op It's All Tracks Theme Park. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of een livestream is. En druk op het belletje en kijk dan eventjes dat je alle notificaties aanzet, zodat je altijd op de hoogte blijft. Van de laatste dingen op mijn kanaal. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie heel gauw weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal. Skabidi, skabidoo, skabidabidoo. Paf.